Hallo fijne dag mijn beste koetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van SimCity Steden van de Toekomst seizoen 2, hier op Cowjuice. Deze aflevering gaan wij wederom verder in het stadje Donkervoort. Alhoewel stadje, het is ondertussen al een metropool geworden, niet normaal! Maar het gaat lekker in deze stad. Wat we deze aflevering gaan doen? Nou, we gaan proberen winst te maken in deze stad, aangezien we momenteel maar 8000 verlies draaien per uur. Wat op zich niet echt gigantisch probleem is, aangezien we nog gewoon groot hoeveelheden kolen en ijzer en metaal en dat soort dingen door kunnen verkopen. Maar toch, we moeten even een andere oplossing zien te vinden voor als die mijnen gesloten worden, dat deze stad niet binnen een paar uur failliet gaat. Juist hem. Maar goed, er worden ondertussen allemaal fabrieken hier geüpgraded die niet wat mee te maken heeft, maar die brengen toch wel wat leuke belastingcentjes in het laadje. Zoals nu zijn we alweer op min 6000 per uur. Omdat die fabrieken die betalen toch wel een heel groot deel belasting, dus dat is hartstikke mooi. Maar dan moeten ze natuurlijk wel functioneren, want er staan hier bijvoorbeeld dat er allemaal werknemers gezocht zijn. En dan moeten we dus ook even kijken bij ons overzicht hier van, zijn er veel banen beschikbaar? Dat zijn er inderdaad. 16.036 banen zijn gewoon open voor mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat we hier dus weer een leuke woonverdieping op kunnen knallen voor mensen met een laag inkomen. Want blijkbaar hebben we nog steeds niet genoeg mensen met een laag inkomen in deze stad. Wat raar is, want er zijn nog wel aardig wat mensen die hier zitten. Ik weet niet van hoeveel verdiepingen ook weer maximaal kan zetten. Maar we kunnen dus nog één woonverdieping neerzetten voor mensen met een laag inkomen. En dan zit deze megatoren helemaal vol. En dat is een beetje jammer. Maar ja, dan moeten we misschien even andere alternatieven zoeken hier en daar. Zoals bijvoorbeeld dat we hier kunnen kijken of deze willen upgraden, deze huizen. Wat is er aan de hand met de scholen? Zit die alweer vol? Klaslokalen vol van beide scholen? Ik weet het. Maar allebei de scholen is volgens mij maximaal geüpgraded. Dus ja, daar kunnen we niet echt superveel meer aan doen. Ja, dat is een beetje jammer. Kan ik wel de middelbare school of de hogeschool inzetten? Ik denk gewoon de middelbare school kwakken we hier naast de gewone school. Die kunnen we hier misschien wel kwijt. En hier ga ik denk ik ook nog wel huisjes neerzetten. Als we dan toch een beetje die bevolkingstekort een beetje het hoofd willen bieden, dan moeten we dat zomaar doen. Niet genoeg vrachtproducenten. Ja, dat kan eens kloppen. Er zijn ondertussen allemaal fabrieken aan het upgraden. Dus dat tekort zal, als het goed is, binnenkort opgeruimd moeten zijn. En dan moeten deze dingen wel upgraden, want dat gebeurt momenteel niet. De zaken gaan goed. Ja, dat is op zich wel mooi om te zien. Dat de fabrieken die er zijn, die doen het op zich nog wel oké. En deze gaat redelijk snel qua upgraden. Dus zometeen is die ook alweer geupgraded. En dat is mooi. Even kijken, we hebben nog steeds een watertekort. Nee, we hebben exact genoeg water. Oh, een waterpomp staat droog. Oh ja, dat was deze. Dat hadden we de vorige aflevering ook al. Maar ik ben niet zo plan om te gaan verwijderen, want dat is best wel pittig zonde. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Pas als hij echt helemaal droog staat, dan kwakken we hem weg. Dat is nu niet echt belangrijk. Maar eerst even kijken, wat is er voor deze nog in de stad te doen? Even kijken, hoe denken mijn burgers erover? Initieel geluk, we willen onze vrachten ergens naartoe sturen. Dat klopt, want ik heb volgens mij geen van die handelspoorten waar we dus die vrachten kunnen opslaan. Wat een beetje jammer is, daar moeten we dus even wat op gaan zoeken. Maar wat. We zouden op zich nog wel zo'n nieuwe handelspoort kunnen neerzetten. Deze, een handelsdepot. Of hebben we deze... Nee, hier staat er één voor vrachten. Dat is raar, waarom wordt het daar dan niet naartoe verscheept? Dat is raar. Hopelijk lost dat echt zichzelf op. Eens even kijken, voor de rest is iedereen wel redelijk gelukkig. Nog steeds kwamen dat kinderen die naar school konden, dat is waar, verhoogde land waren voor ons. Er zijn steeds mensen dood. Beetje allemaal jammer. En voor de rest, voor de gemiddeld inkomen, niet genoeg winkelaars. En blijkbaar hebben we ook geen winkels meer voor een laag inkomen. Dat is best raar. Dan zijn het allemaal gemiddelde inkomen winkels of niet soms. Kijken. Ja, zo te zien wel. Oké, okay, nou dan moeten we dus eventjes mensen met een laag inkomen winkeltjes neerzetten. Hier zo. Maar waar? Hier zo. Dit is wel een goed plekje, denk ik. Weet je, zo dit hoekje, deze promenade langs het station. Ja, het zit toch naast de fabriek, dus hopelijk konden we goed. Maar dit ziet best wel fuck lelijk uit, dus laten we dit gewoon maar weghalen. En ergens anders neerzetten. Even kijken, misschien hier zo, dat we hier een soort bocht kunnen maken en dat we daar nog wat winkeltjes neerzetten. Dan gooi ik gewoon deze woonwijk weg, want inwoners hebben we, ja, op zich tekort. Maar hopelijk nog wel genoeg dat het een beetje het hoofd kan bieden. Want we moeten dus ook even winkeltjes hebben, dat is best wel belangrijk nu. Wat ziek idee. Hier kunnen we natuurlijk geen huisjes, want die staan direct langs het spoor. Krijg je van die sloppenwijken, moeten we ook niet hebben. Misschien kunnen we hier nog wel wat huisjes kwijt, dat zou misschien wel kunnen. Maar dan moeten ze deze huisjes weggaan. Ik dacht dat die vanzelf verdwenen als je dat groene... situatiebestemming weghaalde. Maar dat is niet zo. Of groene bestemmingsplan. Maar dat is dus niet zo. En dat is jammer. Er zijn trouwens twee verlaten gebouwen. Hoe kan dat nou? Is het weer afgebrand of zo? Oh, hoge belastingen. Oké. Okay. Jullie? Geen winkels en geen park. Dat klopt niet volgens mij. Want er zijn wel winkels met een gemiddeld inkomen hier zo. Dus wat lult deze man nou? Ik weet het niet. Welke commissie hebben we trouwens nog openstaan voor de mijnen? Importeer 5 ton ruwe erts. Are you shitting me? Waarom moeten we dat nou gaan importeren? Dat staat helemaal nergens op. We produceren meer dan genoeg erts. Even kijken of we dat hier opslagen. Nou ja, dan importeren we het maar. Maakt mij het uit. Dan hebben we tenminste deze missie dan helemaal af. Krijgen we ook weer wat geld toegeschoven. Waardoor we weer leuke dingen kunnen bouwen. Wat is hier aan de hand? Huizen de Goede. Oh, brandstichting. Dat is niet best.
De politie is gewoon ter plekke, dus ik begrijp het niet. En die crimineel is er gewoon nog weggekomen ook. Hoe de fuck functioneert dat? Nou ja, in ieder geval, het appartement werd in brand gestoken. Gewoon het hele gebouw, huis, de goede. Er zat letterlijk een brandweergezin ernaast, dus waarom de brandweer er niet bij kan zijn, weet ik niet. Maar eens even kijken, er staat trouwens een misdaad voor. Niet echt heel veel criminelen, ja. Hier en daar zijn er wel wat, zoals bijvoorbeeld hier 4 misdadigers. Maar het is niet een epidemie als ik het zo zie. Het is aan de hand, gevaarlijke brand of zo. Brandweer is langzaam, maar het gebouw is afgebrand. Het staat letterlijk naast de brandweerkazerne en toch kunnen ze hem niet redden. Dat is best wel achterlijk, want nu is dit gebouw waarschijnlijk afgebrand. Er komen zelfs waterstralen vanuit het gebouw. Oh nee, niet. Het is een man die spuit gewoon een beetje heel erg raar. What the shit. Ja, even hopen dat het wel gered wordt, want het zou een beetje kut zijn als dit gebouw afbrandt. Het is ook echt maar één appartement dat in brand vliegt. Oh nee, hier staat ook nog wat eentje in brand. Maar dan blazen ze daar dan, moeten ze niet even zo'n ladderwagen hebben. Maar die heb ik er niet gegeven trouwens. Nou ja, te veel misdaad. Dat meen je niet. Hoe kan... What the fuck, ik weet het niet. In ieder geval, die quest is compleet, dat is mooi. Dan zeggen we gewoon even bij deze handelspoort weer van... Jullie hoeven geen kolen te importeren, daar hebben we zelf wel genoeg van. Dus gaan we gewoon plaatselijk gebruiken, had ik idee. Eens even kijken. Misschien krijgen we zometeen weer een nieuwe mijnmissie. Dat zou best wel wat nice zijn. En wat is al met de mijnen trouwens? Opslag vol van 2 mijnen. We hebben zoveel kolen. Het is echt grappig meer. Maar ja, we verdienen wel accent eraan. Dus dat is op zich wel grappig. Wat is hier aan de hand? Met de megatorens. Bewoners, woonverdieping ontevreden. Waarom dat dan? Wat is er met jullie aan de hand? Onze kinderen moeten een opleiding volgen. Oké, dan gooi je gewoon even een verdieping erop van een, hoe heet zo'n verdieping? Niet kantoorverdieping, diensten. Een onderwijsverdieping, die zocht ik. Hartstikke idee. Is deze er ook ontevreden open over? Ja, dat zijn ze zeker. Hier trouwens al mensen aan deze school. Geen idee, dat kan ik even niet zo gauw zien. Oké, en toen? Ik weet niet, we hebben hier zo'n progressive missie. Maar die gaan we niet doen, want die zijn kut. Oké, wat is allemaal de misdaad? Zeker weer dat we zo'n gemene toren moeten bouwen, maar dat gaan we niet doen. Nee, we gaan die missie niet doen. Nee, dank je. Wat was dat nu voor vrachtwagen? Holy shit. Is dat zo'n futuristisch vrachtwagen? Dat leek er wel op. Awesome. Ah, kijk nu op mijn missie. Ja, dat dacht ik al. Kijk, stel je metaal op de proef. Welke missie moeten we nu dan doen? Hoogdagelijkse winst met 2 miljoen. Mijn god, dat is echt een boel. Jesus Christ. Ja, dan moeten we dus nog meer van die handelspoorten neerzetten. Want deze staat volgens mij helemaal vol of niet? Dus kunnen we nog meer van die gekkigheid neerzetten. Nee, gewoon mijn limiet bereikt al. Maar we hebben geen ruimte meer om verschillende handelspoorten neer te zetten. Deze missie gaan we in ieder geval niet afmaken, denk ik. Die kolenstad missie. Nou ja. Het is jammer, maar de waarde moet maar even zo. Maar goed, er komt een onderwijsverdieping bij deze megatoren. Hopelijk stelt dat hun tevreden. Dat er eventjes wat mensen daar wat een opleiding kunnen volgen. Vooral de kinderen en zo. Tja, wat valt voor de rest van deze stad te doen? Is met de politie aan de hand? De misdaad zegevier, dat valt er best mee. Er zijn niet echt veel misdaden hier. Er zitten cellen gewoon vol. 9 misdaden, maximaal kunnen 25. Nee, dat zit op zich wel snor. Het heel erg snorfiets, dus dat is mooi. Maar eens even kijken. Wat was ook weer baan? De banen, dat moet ik eigenlijk wel verbeteren. Nee, dat is bij het verkeeroverzicht. Dat moet bij bevolking zitten. Nog steeds 2000 banen open voor mensen met een hoog of met een laag inkomen. Maar ja, we kunnen geen extra woonverdieping erop neerzetten, dus dat is wel jammer. En we kunnen ook geen extra megatoren neerkwakken, dus dat is ook best wel jammer. Zoveel jammere dingen. Maar ja, dan moeten we gewoon wachten tot die andere zooi geüpgrade is. We kunnen nu helemaal een kroon erop gooien, maar welke zullen we eens doen? Een toerisme kloon, Sky Cyclops kloon. Wat is deze nou trouwens? Dankzij de tendies zal deze kroon leverende winkelcentra en kantoren in deze megatoren meer geld op. Ja, maar er zit maar... Oh, er zit maar één winkelverdieping op, dus dat is niet heel erg efficiënt. Ik denk dat we een betere gelaagde parkrook kunnen neerzetten. Want wat doet die? Bewoners kunnen genieten van aanbenemende uitzicht bovenop de biodome. Zo worden ze gelukkig zonder geld uitgeven. Geeft de tevredenheid van bewoners per parkroon bezoek een boost door middel van extra parkroon in de regio. Die is op zich best wel nice, want daar worden ze heel gelukkig van. Dus die kunnen op zich wel doen. Die andere, daar heb ik niet zoveel aan. Ja, misschien deze zonne-energiekroon. Maar we produceren toch wel genoeg energie. Aangezien we een kerncentrale in een andere stad hebben. Dus dat is wel mooi. Dat is een ziek idee. Nou, nu is het gewoon een beetje deze blijven upgraden. Alleen deze school heeft momenteel nog geen mensen die er willen werken. Dat is een beetje jammer. Dus gewoon nu even een beetje wachten tot het dag is. En dan wachten tot die scholen weer functioneren. En even kijken. Misschien kunnen we nog wel ergens anders een opslagplaats kwijt. Dat we gewoon even deze twee handelsdepots lopen. En dan vervolgens een handelspoort neerzetten. Ik denk dat trouwens dat helemaal geen slecht idee is. Dat is een ziek idee. Waarschijnlijk hebben we nu heel veel kolen gewoon weggegooid. In een soort grote, vage diepte die niet te vinden is. Ja, moet maar even. Ja, opslag is vol, ik weet het. Ik moet even weer zo'n handelspoort neerzetten. Hier zo. Handelspoort. We kunnen zelfs 2 nog neerzetten. Holy shit, dat is nice. Dat is pittig nice. Dus even kijken, hier zo. Nou, die kratten die hoeven op zich niet. Die kunnen we wel weghalen hier zo. Hartstikke idee. En dan gaan we alleen maar op kolen focussen bij deze. Dus even kijken, kolen, kolen, kolen. Opslagplaats voor kolen, hartstikke idee. We hebben gewoon zoveel kolen, het is belachelijk. We moesten er nog even voor plastic hebben, dacht ik. Maar kunnen we die neerzetten? Nee, die kunnen ze alleen maar bij die handeldepots. Kutje. Maar ja, we hebben nog handeldepots. En dan zal ze niet gewoon even stel van die zooi slopen. Dan gaat dat op zin op goed komen hier zo.
eentje voor plastic neerzetten. Voor legeringen hadden we er al eentje staan, dacht ik. Dat is een van deze of niet? Dat ook even controleren, maar even kijken. Plastic. Die plastic moeten we ook gewoon weer verhandelen. Die kan dan gewoon mooi naar de megaconstructie. Deze, oh nee. Deze moeten we exporteren. Of ik weet niet hoe dat functioneert. Die gaan dan denk ik naar die andere. Zoals ik zei, ik weet niet helemaal hoe het functioneert. Zijn die mijnen nog steeds vol? Of slag vol? Alles is gewoon vol. Op zich ben ik daar best wel blij mee, want dat is op zich wel nice. Maar aan de andere hand, yeah, dan wordt het gewoon niet verkocht. En dat is best wel goed. Is best wel heel erg goed. Zien. Deze functioneert nog niet of zo. Ik kan gewoon 300 ton kolen opgeslagen worden. Waarom worden hier geen kolen? Oh, ik heb ze op plaatselijk gebruik. Juist. Ja. Ik ga denk ik gewoon op deze, die gaan we op exporteren zetten, deze kolen. Want ik wil ze natuurlijk ook gewoon gebruiken, die kolen, voor de smelterij die we hier hebben. Maar ja, de smelterij zit momenteel ook gewoon vol, dus dat is ook minder. Dus even kijken. Ja, dit wordt geëxporteerd. Heb ik deze ook trouwens zitten die exporteren of niet? Ja, de kolen worden bij deze wel geëxporteerd, maar dat is nog niet genoeg. Dus daarom zit die opslag telkens vol. Oké, we hebben gewoon te veel kolen. We gebruiken het niet genoeg. Het is wel een goed teken om gewoon weer zo'n smelterij neer te zetten. Zodat we gewoon de productie van de, hoe heet die, soy? De megatoren, of de megaconstructie hier zo kunnen versnellen. Maar dat gaat op zich wel lekker. We zitten momenteel op 80 ton ijzer, legeringen en 210 ton metaal. Maar dat is nog langer dan niet genoeg. We zijn nog niet eens op de helft. Dat duurt ook gigantisch lang in deze game voordat het trouwens klaar is. Ja, we moeten gewoon even wat meer opslagen daarvoor plaatsen, zo te zien. Die kan dan bij deze. Ik weet niet echt 100% zeker, maar dat zullen we gewoon even controleren. Even een mooi reclamebordje op. Dan weten de vrachtwagens ook meteen waar ze toe moeten. Even kijken. Nou ja, kunnen we een mooie opslagplaats voor metaal hier neerzetten. En eentje voor legeringen. En die moeten allebei die kant op. Deze staan nu op plaatselijk gebruik, dacht ik. Maar dan worden tenminste wel hier naartoe gebracht. Hoeveel vrachtwagens staan hier? Er staat maar één vrachtwagen. Oh ja, dan is het best wel logisch dat het niet zo snel vervoerd wordt. Dus even kijken. Dan gooi je gewoon even twee vrachtwagens erbij. Waar staat die andere op vrachtwagen? Oké, daar zo. Nice. En dus die vrachtwagens die brengen het weg naar de opslag. En dat is wel mooi om te zien. Maar dat is het ook helemaal tot de nok toegevuld met legeringen en metaal. En ondertussen zitten we op 11.000 sim-dollar verlies per uur. Dat is geen mooi gezicht. Maar ja, dan zouden we even wat meer rijke mensen deze kant op moeten lokken. Er staat trouwens met deze toren, megatoren voor. Deze fiksysteem zorgt ervoor dat het water schoon blijft. Je zou bij wijze van spreken zelf wc kunnen drinken. Ik zou het niet willen, ik zou het niet aanraden. Maar katten doen het, maar dat zijn katten, dus die zijn daar. Even kijken, wat is hier in de hand? Ik ruik rook, hoe kan dat nou? Normaal vliegen die megatorens nooit in brand. Ik weet niet waar ze van gemaakt zijn, maar ze vliegen gewoon nimmer nooit in brand. Wat is er aan de hand met de woonverdieping? Op mijn vrienden moet hier komen worden, we hebben meer winkelaars nodig om winst te maken. Oh, dat komt goed. Staat de school in brand of zo? Oh, de onderwijsverdieping staat in brand. Oké, ik wist eens dat megatorens in brand konden vliegen, maar blijkbaar dus wel. Interessant. Gaan we daar even een screenshot van maken? Wordt dat gewoon de thumbnail, denk ik. Ja, ik denk dat het gewoon een thumbnail wordt. Gewoon geinig. Had ziek idee. Nog eentje erbij voor de goede orde. Had ziek idee. Dus even kijken. Wat voor woonverdieping gaan we nu erop neerzetten? Want hoeveel mensen hebben we trouwens al nodig? Hoeveel banen hebben we trouwens nodig? Dat is belangrijk om te weten. Ja, veel met een laag inkomen. Maar aan die vraag kunnen we niet veel doen. Dan gaan we maar gaan focussen op mensen met een hoog inkomen. En gewoon even een woonverdieping voor mensen met een hoog inkomen hier opgooien. Had ziek idee. Ze zijn duur, maar ze betalen goed af. Dus even kijken. Wat is hier allemaal aan de hand? Waarom kunnen deze shit niet upgraden? We missen een school. Dat is jammer, want ik heb wel een hele mooie schoolverdieping hier gebouwd. Die jammer genoeg afgebrand is. En ondertussen... Oh shit, dat was niet de bedoeling. Ondertussen worden ook nog een andere verdieping erop gebouwd. Maar die zou ook eigenlijk in feite in brand moeten vliegen. Maar ach, ik ben geen SimCity expert. Eigenlijk wel, dus dat zou ik wel moeten weten. Eens even kijken. Welke bitches willen upgraden? Jij wil upgraden, onvoldoende ruimte, hoge dichtheid. Iedereen om ons heen gaat dood. Hoe kan dat nou? Is de ziekenzorg zo belabberd in mijn stad? Dat zou er best wel eens kunnen, want we hebben één kliniek en daar moeten ze het mee doen. 5 sterfgevallen per dag. Oeh ja, daar heb je het al. Eens even kijken. Er zijn ook 33 mensen in behandeling. Maar eens even kijken. Zijn er veel mensen ziek of gaan er veel mensen dood? Ja, of zijn er veel mensen gewond, dat bedoel ik. Voor mij is het een beetje om en om. Maar de meeste mensen zijn ziek, aangezien ik ook hier natuurlijk zo'n woonwijk heb. Gewoon naast de vervuilende industrie. Dus dat is niet heel erg gezond. Nu kunnen we een ziekenhuis bouwen, maar die zooi is duur. Dan gooi ik wel de kliniek plat, want die is wel minder duur. En als deze schoolbussen zien, die zijn wel pittig cool. Nice. Even kijken. Waar is de ziekenzorg? Zaten we net trouwens. Gezondheid. Ja. Want deze kost hoeveel per uur? Oh, valt mee. Ik dacht dat het een stuk duurder was. Had ziek idee. Ziekenhuis erbij. Let's go. Dan kunnen we nog zo'n mooie gezondheid /RTL all you need is love busje neerzetten. Dan kan die kliniek weg en zetten we daar huis neer. Had ziek idee. Er zat 4 ambulances. Dat zijn er gewoon al. Dat is gewoon wel 1 meer dan de vorige. Het eisende hulp. 2 keer vorige tijd al dood. Oh, oké. Dan blijven ze dus langer in leven, de Sims. Dat is mooi. Dat moeten we hebben. Deze ook er even bij. Even kijken, zo'n gezondheidsbusje, gezondheidscentrum. Had ziek idee. Ik kan ook een extra behandelvleugel neerzetten, maar dan denk ik ook van, meer fuck it, dat hebben we nog niet echt nodig. Eens even kijken.
Oh ja, deze willen we wel upgraden. Dat is mooi, want dan krijgen we dus meer mensen met een laag inkomen. Die moeten we hebben. Die brengen centjes in de la. Aangezien we die echt hard nodig hebben. Want er zijn heel veel banen daarvan open. En die... Wow, meer 13.000. Hoe kan dat opeens? Oh, die megatorens zijn duurder dan dat, ze iets opleveren. Dat is jammer. Hoe kan dat nou? Want deze zit volgens mij al tot en ook toe gevuld met sims. Even kijken. Ja, ja, op zich wel. Een mooie parkverdieping en zo. Maar over het 8.6 wel tevreden. Deze mensen zijn niet blij zeker. Appartementuur. Ja, oké. Okay, er komen wel steeds meer mensen hier zo te zien. Ze moeten gewoon even afwachten. En deze hier, waar we ongelukkig van worden, vonden niks dat landwaarde zo laag was. Voor een... Landwaarde is hier echt waardeloos. Oh, oké. Okay. Ik denk dat we even gewoon zo'n groot duur parkje moeten naast moeten zetten. Zo'n plaza. En dan het liefst zo'n eentje. Gewoon een Millennium Plaza, want die is cool. Millennium Plaza is cool. Kijk, we gaan meteen de grondwaarde hier. Schiet de lucht in. Dat is mooi. Wat is aan de hand? Gees chic. Er gaat een nieuwe boutiques open. Dat was hier de bedoeling. Dat zijn zeker van die gemiddelde inkomenbanken. Maar die wou ik helemaal niet. Verdorie. Ik wou banken met een laag inkomen. Of zo'n, ja, zo'n laag budgetbank. Ik zeg banken, maar het zijn winkels. Jullie begrijpen wel wat ik bedoel, of niet? Ik sla een beetje onzin uit. Gewoon zo'n winkeltje die gericht is op mensen met laag inkomen. Dus dat is wat ik bedoelde. Vallen wegen upgraden hier, want... Oh, we gaan trouwens echt wel snel door ons geld heen. Dat is minder. Omdat we te weinig kolen verkopen, denk ik. Oh, kutje. Eens even kijken. Hoe komt dat dan door? Ja, nou, we krijgen wel veel van die kolen. Maar niet genoeg momenteel nog. Dat is een beetje jammer. Kijken. Nou, deze opslag zit er nog niet vol van de handelspoort. Deze wel trouwens. Maar ja, dan komt dat we hier zeiden van... Hey, gebruik even die kolen en shit hier zelf. Maar ik weet trouwens niet of de vrachtwagens hier zo... Moet ik even controleren of die als eerst dan bijvoorbeeld de kolen hier naartoe brengen. Eens even kijken. Voor zoveel kolen heb je al een hele grote vrachtwagen nodig. En die staat hier. Ja, maar dat is niet duidelijk genoeg, game. Ik moet weten of ze die shit ook gewoon weggeven. Of meteen naar die andere toe brengen en zien. Met kolen slepen is een smerig werkje, maar je moet het doen. Vervoer kolen uit de mijn naar kolencentrales, handelsdepots. Oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Dat is dus belangrijk. Dat wou ik dus even weten. Als ze dan direct van die mijn naar de smelterijen brengen. Want dan kunnen we hier gewoon deze kolen kunnen wel doorgaan verkopen. Nois, nois. Gaan we lekker weer binnenkrijgen. Oké, okay. Exporteren die zooi. Volle export, daar doen we aan. Want deze hebben we niet gezegd op exporteren volgens mij. Nee, oké. Okay. Ik weet trouwens niet of deze vrachtwagens hier zo bij de handelspoorten, of die nou ook naar de grote constructie brengen, maar dat lijkt me wel logisch. Ik denk het wel trouwens. Dus gaan we die gewoon hier neerzetten. Had ziek idee. Wie betaalt... Ja, ik heb trouwens wel die grote constructie betaald, maar wie betaalt al die mensen die daar werken? Ik niet volgens mij. Er staat niet ergens hier zo'n overzicht tussen mijn centjes van, hey, jij betaalt zoveel aan de grote constructie. Dus even kijken. Mijn verlies op de megatorens is aan het afnemen, dus dat is goed om te zien. Precies hier nog wel redelijk tevreden zijn. Ook wel als de opbrengst nog wel zeer kut. Het staat nog steeds in de min. We maken echt totaal geen winst op die megatoren. Is het gewoon dat die scholen bijvoorbeeld zo duur zijn of niet? Min 1400. Dat gewoon meer burgers moeten komen. Of meer sims. Deze zijn toch wel redelijk tevreden. Maar we maken tenminste met deze maken we winst. Met de woonverdieping voor mensen met een gemiddeld inkomen. En de winkelverdieping voor mensen met een hoog inkomen gaat ook gewoon super mooi. Dit overzichtje wou ik niet. Ik wou gewoon even kijken van... Hoe staat het ervoor? Nog veel banen voor mensen met een laag inkomen. Maar het is aan het afnemen. Dus dat is mooi. Even kijken, kunnen we niet hier en daar nog even wat huisjes upgraden of iets in de richting? Dat zien we weer. Onvoldoende ruimte voor hoge dichtheid. Dat is vooral het woord dat hier vooral veel voorkomt. Gewoon onvoldoende ruimte voor hoge dichtheid. En waarom willen jullie niet upgraden? Dat is best wel een goede vraag. Toen we even een parkje zetten, dan zijn ze eerder geneigd om te upgraden. Dus even kijken. Want ze zijn momenteel nog niet van plan om te upgraden, zo te zien. Dus moeten we hier ergens gewoon zo'n parkje voor mensen met een laag inkomen neerzetten. Want dan worden ze op zich wel tevreden van. Gaan ze eerder upgraden. Gewoon een futuristisch parkje, het Spectatorium. Echt een spektakel dat parkje. Maar we gaan weer die kwijt. Oh, de landwaarde is ook gewoon puur de poep hier. Dus dat verklaart ook wel wat. Had ziek idee. Zo gaan ze nu wat sneller upgraden. Even kijken. Ja, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. Ze zijn gefuturiseerd. En ze zijn meer geneigd om zo meteen de hoogte in te schieten. Hopelijk zorgen we daar een beetje voor dat het arbeiderstekort een beetje opgelost wordt. Dat zou mooi zijn. Kun je trouwens ook wat huis neerzetten. Gaan trouwens ook mensen naar de middelbare school? Ja, 777. Dat is mooi. Zeg daarvan ook mijn techniveau of niet? Want als het niet zo is, dan moet ik maar eventjes de hogeschool gaan neerzetten. Dus even kijken. Waar staat ook weer techniveau? Dat is bij zo'n tandwieltjes hier zo. Techniveau. Oh, die zijn aan het toenemen. Dat is mooi. Zo hebben we hier bijvoorbeeld eentje van een gemiddeld techniveau. Dan hebben ze volgens mij minder mensen nodig. En dat is beter voor het milieu. Dus dat is mooi. Wat is er dan met de ziekenzorg? Gezondheidsproblemen. Dat is nou een beetje jammer. Hoe kan dat nou? Het valt nog best mee. Ook al, wat is er nu weer voor ziekengeval dan? 1 gewonde sims, 4 gewonde sims in wachtkamer. Oké, okay, we moeten dus even de behandelingscapaciteit uitbreiden. Want er kunnen maximaal maar 50 mensen behandeld worden. En als we deze neerzetten, dan komen er nog 75 bij. Hartstikke idee. Dan kunnen we nog meer mensen behandelen. Daar doen we het voor. Veel gezondheidsproblemen, ik weet het. Maar die worden nu eens goed opgelost, want er kunnen nu veel meer sims behandeld worden. 125.
En ik kan me niet voorstellen dat zoveel mensen dan gewoon ziek raken in één keer. Dat zou best wel minder zijn. Dat zegt toch wel echt iets over de toestand van mijn stad als dat zo is. Nou. Moet je trouwens ook een verpakking inzetten. Aangezien ik hier de kliniek heb weggehaald, willen deze mensen niet zo gauw upgraden. Ik heb liever wel dat deze omhoog gaan upgraden. De hoogte in. Want dat zou best mooi zijn. Dus even kijken. We kunnen een openbaar park, past die niet. Dat park kan die wel. Die past ook niet. Even wat kleiners. Deze misschien? Dat zou echt mooi zijn. Groot wandelpark. Nee. Deze dan maar. Kijk, die past perfect. Dat kunnen we gewoon drie naast elkaar zetten. Dat zorgt wel voor goede landwaarde hier. Nou, op eentje na dan, want dan past die niet. Kan die misschien zo nog zo'n mooie boom rijden tussen? Hier nog eentje erbij. Past niet meer. Oké, nou maakt niet uit. Mooi tropische bomenpark. Gaat landwaarde wel van omhoog. Gaan ze snel upgraden, hoop ik toch? Ja, dat wou ik graag zien. Dat ze zo snel mogelijk gaan upgraden. Onvoldoende. Oh, upgrade 2 voor hoge dichtheid. Oké, let's go. Let's do this. Dan gaan we daar gewoon even voor zorgen dat die mensen willen upgraden. Oké. Dan gaan deze zeker naar gemiddelde hoogte. Of zeggen ze, we hebben niet genoeg ruimte. Oh, dat hebben ze ook niet. Kutje. Ik dacht dat het maar een grapje was. Maar ze hebben dus niet genoeg ruimte. Ik op zich deze weg hier verwijderen. Dan hebben ze wel genoeg ruimte om te upgraden. Maar ja, dat gooit wel een groot deel van mijn verkeer plat. En dat is minder. Maar ja, we moeten het er maar gewoon eens mee doen. En wat ze mensen met een gemiddeld inkomen, daar hebben we toch een overschot van in de stad. Want die hebben gewoon niet. We hebben niet genoeg banen voor die mensen. Of wel soms. Eens even kijken. Nee, we hebben gewoon 135 werklozen. En het aantal beschikbare banen voor mensen met een laag inkomen blijft maar toenemen. Is gewoon niet grappig meer. Geen water, hoe kan dat nou? We hebben een watertekort. Oh, we hebben net alweer een watertekort. Dat is nou jammer. Afvalwater wordt gezuiverd. Maar ja, ook maar net aan, zo te zien. Ja, we gooien even nog eentje erbij. Had ziek idee. Hopelijk hebben we dan weer genoeg water. We hebben net aan weer een tekort. Want dan moet ik me ergens weer een nieuw watertoren neerpleuren. Het kan op zich hier wel. Dan hebben we even genoeg water, denk ik. Ja, oké, dat is mooi. Nice. Ja, we kunnen ook, we kopen ook al water van onze buren. Maar dat blijkt dus ook niet genoeg te zijn. En weet je wat ook niet genoeg is? Het aantal minuten in deze aflevering, want ik moet het maar weer beëindigen. Dus jullie graag bedankt voor kijken deze aflevering van SimCity Steden van de Toekomst seizoen 2. Laat een duimpje voor actie achter en abonneer op Koudjuice de leuke aflevering vond. Dus, ik zie jullie de volgende keer weer. Zeg daarom hier, blijf vloeien mijn beste koetjes, blijf vloeien.